Ja, dat kost zeker veel geld, want het storten van afval is niet goedkoop. Een koelkast, een wc, een douche en nog veel meer spullen werden onlangs gevonden in de Drutense Waarden. Een onbekende dumpte zo'n 3660 kilo aan afval. De gemeentewerf moest het allemaal weer opruimen. Maar wat is eigenlijk de procedure voor de gemeente als er zoveel vuilnis wordt gedumpt? Als er een melding gedaan wordt over een dumping, dan gaan wij daar naartoe en dan vragen wij onze handhavers om daar ook te komen kijken of ze kunnen achterhalen wie de eigenaar van die dumping is. Soms zit er een labeltje in van een tijdschrift waar nog de naam op staat en dan kunnen we het achterhalen. Uiteindelijk is in ieder verplicht om het te storten op de gemeentewerf of in de afvalcontainer en als het te groot is naar de milieustraat toe. En als men dat niet doet, dan krijgen ze, en we kunnen de dader achterhalen, dan krijgen ze een berekening. Je praat over 1000 euro's als het een grote stort is zoals op zijn Noord-Zuidweg was. Ja, dat kost zeker veel geld, want het storten van afval is niet goedkoop. Ook al omdat het afval zoveel mogelijk gescheiden moet worden aangeleverd. Helaas is de dader vaak lastig te vinden. Het komt zelden voor dat je de dader kunt achterhalen. Een enkele keer als men een vuile zak erbij heeft gezet, dat daar dan toevallig een labeltje van de naam in staat. Maar 9 van 10 keer is dat niet te achterhalen. En draait de gemeente en de gemeenschap dus ook voor de kosten. Ik kan me zo voorstellen dat mensen na dit incident dan zoiets hebben. Nou, dan kunnen wij dat ook voortaan in de natuur gooien. Ja, dat is het dilemma, hè. Ik ken een gemeente die heeft ooit eens bedacht, weet je wat, al die dumpingen, we laten ze liggen. En dan zien mensen ook van wat er gebeurt als je dat maar laat gebeuren. En ja, dat liep helemaal uit de hand natuurlijk. Want ja, steeds meer mensen gooien er wat bij als je iets laat liggen en men ziet dat het vuil niet opgehaald wordt. Dan denken ze, ja, nou, dan kan ik het dan ook wel bijgooien. Gelukkig komt zo'n enorme afvaldumping niet vaak voor. Onze mannen die halen, komen iedere week denk ik wel dumpingjes tegen. Iemand die wat in de tuin doet, iemand die wat aan het verbouwen is thuis. Dat is wat kleinschaliger. De grotere, zoals op Noord-Zuidweg, dat is een enkele keer per jaar. 2-3 keer per jaar dat zoiets gebeurt. Als mensen afvaldumping zien op straat, kunnen ze dat melden bij de gemeente. We hebben graag dat mensen melden. Daarvoor hebben we een speciale app ook, mijn gemeente-app. Kunnen mensen via de app melden, op de telefoon of op de smartphone. Via de site kunnen ze melden, dus we hebben het graag zoveel mogelijk meldingen.